Goedemorgen allemaal. Welkom bij weer een nieuwe vlog van Erik en Doreen op reis. Dit is alweer onze derde vlog en we nemen jullie graag mee op onze camperavonturen. We gaan vandaag weer een stukje rijden. We gaan richting Tarragona. Daar iets boven zijn een paar gratis camperplekken waar we gaan kijken of de plek is voor ons. We gaan nu 2 uur en 7 minuten rijden. Maar in de praktijk doen we daar dubbel over, dus we rekenen gewoon op 4 uur. Dus een flinke rit voor de boeg. We gaan rijden. Starten maar die hap. Ja. Daar gaan we. Hiervoor is hier de garage waar je de munten kon halen. Santa Cristina Daro was dit. Op naar het volgende onbekende avontuur. De tuintjes naast ons. Zo, 200 kilometer rijden. Let's go. Maar ook nog even boodschappen doen onderweg, hè? Ja, gaan we ook doen. Heb je vanavond geen eten op je bord? Oh, die kachel mag wel iets minder heet, hoor. Goeie grutte. Ja, het staat op warm, hè? Ja. Ik ben me naar het kookpunt aan het brengen, joh. Achter de bomen zie je langzaam de berg tevoorschijn komen. Met die prachtige wolkenpartij erboven. Mooi, hè? Costa de Barcelona. Kijk, Mont Blanc zegt hij, maar ik denk niet dat het echt de Mont Blanc is. Heerlijk hoor, die bergen zo versteend. We gaan nu even een supermarkt opzoeken. We hebben de Mercadona erin gezet. De Mercadona is toch wel een van de goedkoopste supermarkten van Spanje, met een heel groot assortiment. Ja, tot zo. Nou, dan moet ik een plekje zien te vinden hier. Meestal is er ergens achteraan de keertrein wel een plekje waar je met je camper kan staan. We hebben al gezien dat hier een soort stationnetje naast is. We gaan gewoon brutaal weg langs het spoor staan hier. Zo, eerst nog maar eens ons mooie bord erop gaan doen. Die moet nu achter op de fietsen. Zo, die zit er ook op vast. Eén spin gaat zijn ronde. Een andere spin die gaat zo door de wielen heen. Nou, ziet er goed uit. Nou mensen, we hebben de boodschappen bij de Mercadona daar vandaan weer binnen. We staan naast een treinstationnetje en dat heet Mont Blanc. Zeker. En, het is hier... Ja, heerlijk zonnig. Het is zonnig. Het windje is koud, maar het zonnetje is kostelijk. En we gaan nu nog een kwartiertje rijden en okay. Dan zijn we op de plek van de bestemming. Als er plek is. Ja, dan moeten we nog een stukje verder. Er zijn er 3 gratis plekken naast elkaar, alle 3 met stroom. Dus ja. We willen nog even stroom hebben, want... Ja, jij vreet stroom. Ik vreet namelijk die lekkere gebakjes die erin met stroom maakt. Heerlijk hoor. En hoe was deze Mercadona? Ja, groter? Ja. Weer allemaal vertrouwde dingen zeker? Ja, zeker wel. Sommige dingen wel wat duurder geworden. Ik vind dit een leuker. Kijk, daar is hebben hier officieel ingang van het dorp. Ja, hier links. Ja. Centre Urba. Gaan we kijken.
Oké. Smal mensen. We hebben hier een... Niet met een al te grote camper doorheen crossen als ik hier nu was. Maar het is ook wel erg leuk om zo even door het dorp te rijden. Want hier zijn we bijna bij de camperplaats zijn. Hè? Kijk, daar staat hij alleen. Ja, laten we hier maar niet snel naar beneden gaan. Kan wel, maar... Ja, hier is het. Er staan er al wel een paar. We zijn hier bij de camperplaats van Tarres aangekomen. En we hebben hier een prachtige plek midden in de natuur. En dit is ons uitzicht. Hier zie je het waterloospunt, watertappunt. Binnen de wc reinigen. En een wc zelf, hè? En ook nog eens een wc zelf, van de luxe. Ja, en wifi. Wifi in de wc, nou wat wil je nog meer? Ja. De stroom zit met een gewone stekker, dus je moet een eigen verloopje bij je hebben. Nou, we staan weer op een nieuw plekje. Heel gaaf plekje. Ja, echt wel. Een Tarres of Tarre. Helemaal gratis. Hier op het bord zie je de regeltjes. 3 dagen staan, gratis wifi, gratis water, gratis stroom inderdaad. Heel leuk. En natuurlijk een briefje met allerlei verwijzingen naar de restaurantjes waar je hier kan eten. En naar de marktjes waar je groenten kan kopen en fruit. De omgeving is ook al heel mooi. Ik denk dat je een prachtig wandelgebied hebt op de kaart. Volgens mij zag je een heel mooi wandelgebied. Zeker. En hier die heuvels omheen zijn super gaaf. Dus echt wel de moeite waard. Dus wij zijn klaar om even uit te rusten. En nu doen wij iets heel stouts. Wij hebben een pastel de nata. Pastei de nata. Dat hoort niet, hè? Dat is dus eigenlijk Portugees. Hier in Spanje hebben ze het ook weer gewoon. Dus trouwens, het is ook gewoon echt Spaans. Het is wel een stiltecamping hier zo, hè? Een stilteterrein stond op bordje. Je mag ook niet hoorbaar kauwen. Niet smakken. Nee, is goed. Is die lekker? Zo. Nou, wij gaan hier nog even genieten van het lekkers. Het is kostelijk weer. Dus wat gaan we doen? Een heerlijke wandeling maken. Eerst even op. Heel fijn. We gaan eerst eens hier naar boven. Dan gaan we even over het dorp uitkijken, denk ik. Hier komen we bij de weg uit. Pas op, je kan plat gereden worden. Wat een stilte hier. Prachtig wandelpad hier hoor. €0,30. Voor de fietsers, oppassen dus. En hier vandaan heb je dan een mooi uitzicht op de camperplaats daar rechts onder in het hoekje nu. Eentje die kant op. Eentje die kant op. Voor mountainbikers is het hier super gaaf terrein. Boven aanzicht van het dorpje, Tarres, waar we net naast staan. Naar die Tarres gaan we, ja, 1,5 kilometer, dat redden we wel met de koffie. Even de buiten onderweg even in de tas stoppen. Dit keer geen schelpen, maar dennenappels. Ze worden steeds zwaarder. Zo mooi hier. Ik
ben dan toch wel een beetje een angsthaas. Hier valt het heel erg mee. Een soort natuurlijke trap hier zo, hè, door, geloof ik. Jo, weg. En is daar het waterbassin. En daar bij die schuur in de verte, hier nu recht voor ons, daar is de camperplaats. Valt mee, hè? Ze hebben hier toch een soort trappetje gemaakt. Betonnen trappetje. Nog steeds in Tarras. Echt zo'n ontzettend leuk dorpje. Ze hebben zo'n bus gedaan om het voor de toeristen aantrekkelijk te maken. Museumpje. Het is echt maar een mini-museumpje, hoor. Erg lollig. Allemaal smidsgereedschappen. En wij hier doorheen gereden, deze stad? Dat weet ik niet. We hebben wel wat smalle straatjes gereden, ja. En hier is een mooi uitzichtpunt gemaakt. Leuk bankje. Het uit de kerk. Hoe moet abierto? Abierto. Café? Para café, vale. Oké. Okay. O aquí, hoe je quiera. Oh, sí. Gracias. Hola. 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 Ah, gracias. Hola, gracias. En wat hebben we hier weer? Een heerlijk kopje koffie. Dit zijn de openingstijden. Maandag tot en met donderdag van 12:30 tot 4. En dan s'avonds weer van 19:30 tot 10 uur. En een vrijdag van 10 tot 11. De hele dag dus. Zondag, zaterdag, vrijdag en feestdagen. Ook van 8 zo. Heel lang open, zeg. Dit is echt leuk voor je camper hier, ja. Hola. Ik denk niet dat dit zegt. Och, wat een klein. Wat een klein kastje. Pas. Zo, ik kan het er niet bij. Leg hem op het hopen. Gaaf, hè, dat je hier zo aan de rand van het dorp overal die trappetjes en paadjes en gangetjes. Heel bijzonder. En heb je hier zo? Een gemeentelijke zwembad, denk ik. Of niet? Dat is een wateropvangbekken, gok ik zo. Als je nog een rustig dorpje wil. Super rustig. Dit zal de weegbrug zijn inderdaad voor de olijven en zo. Hier de pers. Denk ik. En dan tussendoor zien we de campers weer staan. Nou, mocht je veel vet vuil hebben,
Hier ligt op een heel mooi recyclestationnetje. Zo net achter de camper staan. Nou, dit is het einde van onze wandeltocht. We zijn weer terug bij de camperplaats. Echt heerlijk genieten hier in de heuvels en het dorpje met allerlei leuke kruipdoor, sluipdoor gangetjes en het uitzicht op het water van Sen. Echt heel gaaf. En wij gaan hier zo lekker nog even in het zonnetje zitten. En dan gaan we binnen. Vanavond hebben we een stamppot op het menu staan. Stamppot rucola sla met kipsaté. En dat is na zo'n lekkere wandeling. Lekker hoor. Is dat natuurlijk wel genieten. Eet smakelijk. Hetzelfde. Eet smakelijk. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. We zijn weer super vroeg wakker geworden. Want we willen op tijd vertrekken. Het is bijna 8:30. We gaan nog even de laatste klusjes doen hier binnen. Nog even water tappen. En dan gaan we hier uit Tarres vertrekken naar dit leuke dorpje. Echt de moeite waard. Ja. En dan gaan we een 1,5 uur rijden naar de volgende plek. Waarvan bekend is dat als je naar Elven komt, hij super vol kan staan. Vandaar dat we op tijd vertrekken. Dus we gaan nu gauw. We zitten nog wel half vol met water. Maar we hebben zoiets van vol vertrekken. Half vol. Er kan nog wel bij. Deze opendraaien. Hier ligt ons koolstoffilter. Dat haalt de chloorsmaak van een groot gedeelte uit het water. We zijn klaar met verschonen, dus we gaan nu rijden. We hebben even een mooie uitzicht genieten. Het zonnetje schijnt, het is weer prachtig hier. Laten we maar de brede weg kiezen. Dit is het einde Tarres. Nu gaan we hier een bochtje maken en naar boven draaien. Blik over het dorp. Hier zie je de menselijke spinnendraden. Hoogspanningskabels beschenen door de zon. Dat is een hele andere kant op. Lijkt me links aan bij de splitsing. Oh. Ik denk dat we toch hierheen moeten doen. Kijk, hier moeten we de zee zien. Ja hoor. Joehoe, de zee. We like sea. The beach. Bijna bij Tortosa, dat is het stadje wat vlak bij de camperplaats ligt. Imposant, hè, die bergheuvels. Ja, bizar, hè? Ja. Zo apart dat de onderkant in de schaduw zit. Ja, hè? En de bovenkant. Top in de zon. Ja. Wel grappig om te zien dat die berg voor ons, we dachten dat die schaduw van de andere bergen hadden, maar het zijn gewoon wolken die links door de zon hangen. Boven zie je grote wolken. De Roy Merlin. Oh, die Roy Merlin. Ja, daar ga ik nog heen. Ik moet nog een stekker kopen. Dan gaan we Tortosa weer uit. De camperplaats die ligt aan de overkant van de rivier. We gaan hier die rivier over. De Lebre. Denk ik. Roquettes. Het bordje met... Het campertje staat al aangegeven. Hier zal de sportgebeuren wel zijn. Zie je dit? Ja. Ik vind dat het nog net iets verder is. Heel veel voor de kinderen is er van alles. Nee, je moet er hier op. Oké. Okay. Oh. Je bent gearriveerd. Helaas. Ik ben bang dat het... Een volle bak is. Een hele volle bak is. Dat weet ik wel zeker. We
zijn er weer aan het einde van deze vlog gekomen. Super bedankt allemaal voor het kijken. En de abonnees? Super tof. We hebben er weer een hele hoop nieuwe bij. Worden we erg blij van. Is deze video een leuke video? Duimpje omhoog. Daar worden wij heel blij van. Graag tot de volgende vlog. Doeg! Doei doei!